leuks doen. Ik ga namelijk speelgoed unboxen. Dit speelgoed vind ik superleuk, omdat ik dol ben op dieren. En dit zijn allemaal robotdieren. En dit speelgoed heet... Build-A-Bot! Misschien zag je ze vorig jaar al in de winkel. Heb jij ze misschien gezien? Nee? Dan laat ik het nog even zien. Het zijn drie verschillende dieren die zelf in elkaar moeten zetten. En dan krijg je er één. Vos. Een dino. En een konijn. En die heb ik al gemaakt. In een doos vind je allemaal onderdelen die je er in elkaar kan klikken. Ook zit er een motortje in, zodat de robotdieren zich echt kan bewegen. En deze ga ik niet unboxen, maar ik laat hem nog even zien. Hij is echt superleuk. En wat ook leuk is, hij volgt zijn eigen worteltje. Nou, ik ben helemaal klaar met deze Build-A-Bot. Laten we lekker doorgaan naar de nieuwe versie. Want dit zijn de Build-A-Bot Bugs. Dit zijn geen dieren, maar misschien ga je het wel raden. Dit zijn insecten. Dit is de mier, dit is de bij en dit is het lieveheersbeestje. En vandaag ga ik voor jullie een lieveheersbeestje unboxen. Laten we eens kijken wat er in de doos zit. Je ziet al meteen dat het uit heel veel onderdelen bestaat. Maar ik zag hier ook nog dat je hier nog later stickertjes op kan plakken. En een klein gebruiksaanwijzertje. Hallo daar, ik ben een nieuwe robotinsect. Volg deze instructies om alles over de robots te leren. Veel plezier! De instructies zijn duidelijk. Laten we maar snel gaan bouwen. Ik ga eerst alles eruit pakken en dan kan je meteen zien wat je allemaal nodig hebt. Build-A-Bot Bugs is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Maar dan heb je echt wel hulp nodig van je ouders. De wat oudere kinderen zetten dit robotinsect zonder al te veel moeite zelf in elkaar. Het leuke aan dit speelgoed is dat je lekker creatief bezig bent. Zet erop. Laten we naar de vijfde stap gaan. Nou, volgens mij zit hij in elkaar. Laten we nu gaan versieren. Dit zijn de twee vleugels. En dit zijn de stickertjes om hem mooi mee te maken. Laten we nu eerst maar de oogjes doen. Ik denk dat ik ga kiezen voor de rainbow-ogen. Met alle stickers maak je je robotinsect zo mooi als jij wilt. En zo is jouw insect altijd uniek. De vleugeltjes zijn goed. Laten we nu doorgaan met het lijf. Ik vind hem helemaal leuk zo. Nu is de grote vraag, doet hij het ook? We gaan hem vanaf de onderkant aanzetten. Hij doet het! Geweldig, het is gelukt! Nu ga ik er een rups van maken. De koppen zijn eraf en ik heb de vleugels er ook af gehaald. En nu gaan we ze verbinden. Je drukt hier gewoon op dit onderkantje. Dan komt hij omhoog. Dat doe ik hier ook. En dan ga ik ze aan elkaar verbinden. En dat doe je zo. Ik vind ze super cute. Leuk om te bouwen en leuk om mee te spelen. Welk insect vind jij het leukst? Ik zelf vind stiekem wel de lieveheersbeest het leukst. En vergeet niet je bouwdiploma in te vullen.
Bilderbuk is superleuk speelgoed. Dit was mijn unboxing video. Geef me dus een dikke duim omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. Doei! Bilderbuk.